Minister Ferrier gaat in op kwestie IGSR Universiteit. Behoorlijk bestuur en transparantie zijn speerpunten van deze regering. Alles wat wordt gedaan, moet verantwoord kunnen worden. Zo reageert minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tijdens een persconferentie over de kwestie binnen het Andendekom Universiteitsbestuur en het Instituut for Graduate Studies and Research, IGSR. Daarbij is de voorzitter van het ADEC-bestuur, Jack Menke, vanwege mogelijke misstanden die nader onderzocht moeten worden, ontslag aangezegd. Het probleem begon toen het bestuur van het IGSR ontdekte dat er vreemde financiële kasstromen in de administratie van het instituut waren terechtgekomen. Deze middelen, die behoren aan de universiteit, werden door de directeur van het IGSR gebypast naar de rekening van het instituut. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.